Hey yo, YouTube. Ik had het... Wacht even, de camera terug te goed zetten. Ja, oké, zo. Ik had het, denk ik... Wacht, we zijn zaterdag vandaag. Ja, we zijn zaterdag vandaag. Ik had het gisteren, één dag geleden dus, over een taxipost, taxihumorpost, die ik op Madlib Sint-Truiden had gepost. Met een shout-out naar bepaalde mensen. Wel nu, de post die ik op Madlib Sint-Truiden heb gepost, is deze. En die shout-out. Wacht, ik neem de tekst even bij. Die post, die humorpost. Deze dus. Op Madlib Sint-Truiden. Daar kwamen, zoals je kan zien, 8 likes op. Maar daar kwamen helaas ook, ik zal ze even tonen, negatieve commentaar op. En over die negatieve commentaar heb ik dit te zeggen. En de 2 eerste negatieve reacties, ondertussen zijn het er 3, zag ik, op Madlib Sint-Truiden, op een humorpost van mij, zijn binnen. Ze hebben er lol in. Maar zie niet in wat dit met mij doet. Dat verstand van een kersenpit hebben ze niet. Die mensen die reageren. Ze hebben niet de normen en waarden van hun ouders meegekregen die normale mensen meekrijgen van hun ouders. Waarschijnlijk hebben ze die nooit van hun ouders meegekregen. Daarom zijn ze zo hersenloos en zo harteloos geworden. Ik heb op die post, op die reacties, heb ik niet gereageerd, want daarmee raak ik hun het hardste. En dat plezier gun ik hun niet. Ik laat mensen in de groep reageren op die post, dan stopt het vanzelf. Maar gelukkig kwamen er ook op. Wacht, ik neem de tekst er even, de post er even bij. Op deze post dus positieve reacties. En het is op die positieve reacties dat ik mij focus, niet op de negatieve reacties. Ik post bijna dagelijks humor op Madlib Sint-Truiden. En regelmatig heeft die humor wel succes. De ene humorpost iets minder dan de andere. Deze humorpost dus
misschien, ik geef het zelf toe, niet mijn beste humorpost. Maar zo gaat dat meestal met humor. De ene persoon vindt de humor die je post op Mellep Sint-Truiden goed. En de andere persoon vindt dat dan minder goed. En zo gaat dat meestal bij humor. Dat is normaal. Zo gaat dat meestal bij humor, dat is normaal. De humor die ik op Mellep Sint-Truiden post, is meestal humor die ik die mij opgestuurd wordt op Messenger chat of die ik op Facebook vind en verder deel. Ik zal dus nog regelmatig op Mellep Sint-Truiden humor blijven posten. Einde vlog. Peace out. Mic drop.